licht dan eens een keer. Dit is de spitkast. Ik heb vier les gemist. Ik naar huis gaan. Vanmiddag was ik met, ik heb een privé, dat is iemand van 11, een meisje van 11. Ik zit met z'n tweeën in Dojo thuis en hier is wel een grote groep. Dus, het is wel een zo gaaf om Aikido op allerlei manieren te doen in verschillende groepen. Over groepen gesproken, donderdag zitten we met jouw collega's, gaan we ook aan de bak. Dus het is zo leuk om dat eigenlijk mee te maken. Wat een massa voor hem. Wat een massa is. Het leeft echt zwaar dan, ja. En ik had een hele drukke dag, dus er is heel veel activiteit in mijn lichaam, mijn geest, overal voel je van alles. Dus ik zit wel eens aan te denken, ik vraag wel eens van hoe voel je als je daar zit en de meeste zeggen, nou, mijn gedachten zijn heel druk, ik ben heel druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik was blij eigenlijk dat ik die ervaring ook al net. Maar eigenlijk is het wel heel fijn ook om te ervaren en het maakt eigenlijk helemaal niks uit voor je lichaam en geesttoestand eigenlijk. Zo merk ik het zelf. Het is net het gevoel alsof als het allemaal druk is en actief, alsof daar omheen bewustzijn is wat het gewoon is. En daarin is het druk en actief en whatever. Dus niks in mij wat bezig is om het dan rustiger te maken of er iets mee te doen of whatever. Echt totaal niet. Het voelt heel relaxed om gewoon al die activiteiten te zien in die ruimte, in die aanwezigheid. En het is niet beter of slechter dan dat je heel rustig bent. Niks zeg maar. Het is gewoon alleen maar... Het is net alsof het gewoon helemaal er kan zijn zoals het is. Dat is eigenlijk het gevoel wat er is. En ik zat daar zo een tijdje in die ruimte en vanzelf gaat het veranderen. Maar niet dat het mijn doel is of zo. Vanzelf merk je dat ik een tijdje zo stil zit. Ja, dan gaat het ook veranderen. En het voelt wel natuurlijk, zeg maar. Wel logisch als je een tijdje stil zit, dat gevoel. Maar ik wil eigenlijk wel delen, zodat je misschien ben je zelf bezig als je druk bent. Dat je denkt, oh, mijn gedachten zijn druk. Ik ga wat doen om het rustiger te krijgen of zo. Ik ben wel heel druk, dat gaat niet helemaal goed zeg maar. Ik ben wel heel druk. Ik probeer me altijd voor te stellen wat zou kunnen gebeuren. Ik weet niet, wat merk je zelf zeg maar, als je zo zit? Als je dan merkt, ja, je gedachten zijn wel actief.
is daar gewoon ruimte waarin dat gebeurt? Of ga je ermee aan de slag om dat te veranderen, om eraan te sleutelen? Je keurt het af. Ja. Je keurt het af? Ja, mooi. Nee, voordat ik hier naartoe kwam, de keuken of zo. Voel ik activiteiten mee aan, ik wil ook die lijstje voel irritatie, hey, mag ik hier een keer zijn hier? Dus ja. Continue correctie van mezelf ofzo. Ja, ja, ja. Ja. Herkenbaar, ja. Dat is ook iets wat kan gebeuren, hè. Iemand anders iets dat je op die merkt? Mijn gedachten gaan proberen scherp, gaan heel vaak. Ik leer al steeds meer, denk, ja, hoe harder ik probeer. Om ook te constateren om het niet te doen. Mm. Hoe sneller ik dan weer met andere dingen bezig ben. Terwijl ik dan bijvoorbeeld denk, oh joh, ik moet morgen nog dit of dat of dat. Dan is het alleen maar, ik moet morgen alleen nog dit of dat. Ja. En op het moment dat ik heel hard ga proberen om het anders te doen, dan gaat het. Ja, precies. En wat merk je net, wat gebeurde er net? En nu beschrijf je wat het proces is van leren of wat. Nou, dat heeft me dan berust in dat die gedachte ernaar is. Ja, het is niet jouw uitslag, maar vandaag. Vandaag was het wel zo. Ja. Ja. Kijk, naar jou is altijd handig. Als ik kijk, is het vast wel wat te delen. Ik probeer dat zo rond te kijken dat iemand gewoon spontaan praat. Dus wacht niet te veel tot ik kijk, maar ik. Ja. Dat maakt niet uit wat het is. En? Ik laat het eerst gelezen, maar dat vind ik dan eigenlijk het mooie is dat je gewoon dat beschouwt als dat wat is. Is. Deze adem, dat is. Dat is een mooie verstaan, ja. En was dat ook je ervaring? Nou, ik was al even letterlijk aan het overstappen van allerlei andere dingen naar hier, maar het is niet een enorme stap. Mm-hmm. Het is meer dat ik dan, doordat het hier anders is en ik hier een bepaalde ervaringen die ik eigenlijk altijd heb als ik hier ben, dat die binnenkomt. Mm. Alsof de coulissen veranderen. Ja, ja, ja. De invloed van buitenaf, de invloed natuurlijk ook in het gebeurt dan. Ja, ja, ja. Ik heb twee dingen wat dat betreft. Een haast die heen gereden. En ik ben nog helemaal worked up van de tijd, zeg maar. En dan stap ik om, ik weet naar Aikido gaan. Om dan even die lichaamshouding terug te proberen te vinden zoals ik zo ontvangen mogelijk is. En het grappige is dat door dat te vinden, het gewoon verandert voor een Nederland. Mm. Staat. Ja. En dat gebruik ik dan ook als er zo zit. Dus het lichaam verandert ook de geesten. Ja, ja, inderdaad. En het tweede is dat heeft ook die ruimte. Datgene wat druk is, als ik dat opmerk, ontstaat die ruimte. Mm. Dus het is meer zo van proberen te vangen. Dat ben je natuurlijk ook eens, dat is het lastige. Maar je probeert te vangen wat zo druk is en dan is het even eruit en dan komt het weer op en weer nauw, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dat heen en weer graag van, ja, precies, ja. Van bewustwording. Ja. Ja, precies. Het voelt als een soort ruimte. Alsof er een, en het voelt bijna als een soort kussen waarin het heel makkelijk aanwezig kan zijn. Of het nou druk is of whatever, het voelt als een hele prettige, gemakkelijke ruimte waarin het aanwezig kan zijn. En het is dat wat het is, de autoriteit van het is, zoals dat is. Dus zo voelt het ook echt in die ruimte. Dus ik denk dat bewustzijnsverruiming wel een goed woord kan zijn. Het verruimt de aanwezigheid, de ervaring. Ik zit niet erin, zeg maar, ik ben aan het denken, ik moet het oplossen. Het ik is weg, zeg maar, dus het is bezig en dat is bezig gewoon. En dat gebeurt in een ruimte, en vanuit die ruimte wordt het ervaren. Ja. Nou, dat klinkt dus een hoop geklets in de ruimte. Hè? Ja. Dus laten we dat gaan bewegen. Ja. We gaan nu bewegen in de ruimte. Kijk hoe het is. Je tel ook een cijferend werkt. Dus als je een keer die mindset gang gaat,
Ik doe steeds goed te tellen. Niets! Nee! En is er eigenlijk niet zoveel ruimte om voor onzuiverheden gedachtenspanning om dat op te treden en ook lang te blijven hangen. Elke tel is hier een zuivering. Ja, dus probeer goed mee te tellen. Echt lekker key-eye tel vanuit het centrum en dan externe. Ja? Niets! Nee! Sao! Shi! Oh, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, ho, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, ho, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, ho, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, ho, ro, shish, Ash, ni, ni, san, shi, ro, ro, shish, ash, ish, ni, san, shi, go, ro, shish, ash, ni, ni, san, shi, ro, ro, shish, ash, ish, ni, san, shi, ro, ro, shish, ash, ni, Ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ni, ni, san, Shi, go, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, go, ro, Shish, hash, ish, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ish, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, ro, ro, shish, Hash, ish, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash, ni, ni, san, shi, ro, ro, shish, hash.
ich ni san shi go 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 ich ni san shi go. Ich, mi, san, shi.
Hitch, Ni, Sam, Shi, Ho, Rok, Shish, Hash, 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 Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Hitch, Ni, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Hitch, Ni, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Hitch, Ni, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ho, Rok, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Hitch, Ni, Sam, Shi, Ro, Ro, Shish, Hash,
De Hapakata onder andere, dus die acht richtingen. En dat is ook echt zo'n, ik wil net ook wel goed voelen met die duidelijke kiais. En je stuurt echt energie naar een kant toe. En dan draai je om. Hier is het daar goed. Dat is echt mooi wat je voelt. Zeg die richtingen zijn echt die kant op, zeg maar. Dus het principe van in Aikido denk je eigenlijk altijd dat er van acht kanten aanvallers komen. Dus als je dit doet bijvoorbeeld, zo. Heetsch. Nee. Zo. En die acht aanvallers in je nek, zeg maar, die steeds een grazen nemen, zeg maar. En dus er komt echt iemand aan met een. Met een Yokomunuchi. En die komen dus van acht kanten. Dus als hij komt met Yokomunuchi. Dat is zeg maar wat ik doe elke keer. Ja, elke keer is dat, ja, handel je, ga je contact aan met een aanvaller, met iets dat op je afkomt. Ja. Dus als ik dit zou doen, je komt aan. Iets. Hey. Ja. En acht mensen die er dichtbij komen. Dan kan je natuurlijk op allemaal stukjes gaan letten, dus extensie in je arm. Ook niet je vingers zo, hè, dat wordt een beetje een vervelende situatie als dit zo binnenkomt. Kreugelzone, dus dit. Dus richting je schouder en zeg maar dat erop blijft af hier naartoe. Die hand gaat richting zijn as. Daar sta je zo, dan is dat ook echt zo schuin. Dus niet meer in een harmonie. Ja, dan is dat echt in deze positie. Ja. Dus elke keer als je dat doet, echt extensie in je ki. Ook in je houding. Dus in je aandacht, ook hier. Zo, ki stroomt via je aandacht, maar via je lichaam. Echt duidelijk naar die kant toe. Dus echt daar naartoe, dan is het een aanvaller. En als je klaar bent, je komt hier, dan staat er daar weer een. Zo ben je één voor één bij je personen die op je afkomen aan het afhandelen. Ik was laatst, ik zat even te bladeren, ik heb al Aikido boeken gekocht en nog heel weinig ervan gelezen, maar soms blader ik dit erin. Ik ben heel blij dat ik ze heb. En ik leuk. Maar in de loop der tijd zou ik ook steeds meer gaan lezen. En toevallig, ik doe ze wel eens open, dan vind ik het leuk van wat komt er zomaar naar me toe via zo'n boek. En dat is van Shioda. Ja, Shioda is echt wel een van de betere leerlingen van Osensei. Ja, dus uiteindelijk had hij op 10 en dan gehaald. Dat kon je van de grond leggen. En dat was wel een harde Aikidoka. Dat was wel een beetje onbekend dat de polsen braken en van alles in die lessen. Dat was ja, een beetje iets anders dan we gewend zijn. Hè. Maar die zei wel van... Ik ga je altijd voorstellen dat een groep op je afkomt. En dan kan je niet wachten tot ze fysiek naar je toe komen. Je moet, daarvoor moet je het al beïnvloeden. Als je daarvoor niet beïnvloedt, ben je eigenlijk kansloos. Snap je? En dat is eigenlijk al de hele tijd in Aikido doen wij dat ook. Ja, dus als hij zeg maar, als hij staat en hij zou hem willen aanvallen en hij doet zo, ben ik eigenlijk al te laat. Hij neemt het al helemaal over, zie je dat? Dus je bent het al lang aan het invloeden, dus voordat ik zeg maar zo staan. En nu ben ik al helemaal aan het invloed aan het uitoefenen op de situatie. Ja? Dus het begint al hier, dus eigenlijk. Slecht een beetje heel simpel uitdruk, die is hier sterker, zeg maar. Dus als ik zo sta, je biedt aan, hij komt aan. Hier zijn hier sterker, zijn intentie is sterker op mijn gericht. Zo, ja, dit staat niet hier. Ik ben echt het initiatief in een seconde. Ik zeg gewoon helemaal, ja, mijn key is gewoon meer actief, dus meer key. Ik beïnvloed hem ook al. Als hij komt, is mijn nieuwe invloeding, dat is niet van de dicht, maar hij komt. Hij is al lang al beïnvloed voordat er fysiek contact is. En als je dat niet doet, ben je echt wel kansloos. Snap je dat? Je moet echt, je kan die kracht niet meer afremmen. Dan denk je misschien, ik ga blenden met die kracht en dan maak je nog het beste ervan. Eigenlijk werkt dat niet, hè. Al dat laatste oefen, volgens mij, dat moest dat lezen met, als je hier stond, dan ben je eerst naar voren stap. En dan kan ik echt zo voorbij lopen. Ja? Maar als hij met de extensie staat, dan kom ik hier echt niet doorheen. Ja, dat staat ook in zijn as. Ik kan hier echt heel makkelijk
En de techniek maakt dat ze beïnvloeden die van de anderen. Beïnvloeden die situatie al. Dus ik zoek wel eens in mijn dagelijks leven van ga ik ergens naartoe en maak het een beetje om af te komen en denk ja, hoe zou ik aan de extensie zijn? Maar ja, je hebt ook gelijk tegen de zoektocht in ons leven. Maar dan kom ik hier en denk ik eigenlijk, ja, ik zie wat er gaat gebeuren, ik kan een mooie extensie doen. En dus ik oefen het. En op zich vind ik ook wel leuk om te laten gebeuren, maar je ziet in de in het martiale gedeelte van zo ga hij initiatief neemt, ben ik in het nadeel. Ja, zeg al eens, de aanval is de beste verdediging, dat is ook een beetje hetzelfde. Van, als hij aanloopt, hij wil een beetje agressiever worden, hoe ik hem luisteren zo. Je ziet hem al gelijk, wow, wacht even. Ik overpower gewoon zijn drang, zeg maar. Maar zou ik het niet zo op die manier uitleggen, maar wel als jouw geest zeg maar zo helder is, zo aanwezig. En wij spreken als we zo staan en jij zou me aanvallen. Ik zie al alles gebeuren, dat beïnvloedt hem al. Mijn aandacht was er. Voelde je dat ook? Ja, ik merk. Dus alles wordt gezien, zeg maar. En dat beïnvloedt de anderen, maar meestal doe je dat niet. Meestal zit je in je hoofd, oh, dan komt hij zo en dan ga ik zo en dit en dat. En dan komt hij binnen. Je hebt amper door dat er iets binnenkomt, zeg maar. En misschien nog net die arm die je aanraakt, waar je dan mee aan de slag gaat. Als je hem gewoon helemaal in de gaten hebt, als je hem nog in de gaten hebt, dan zie je helemaal wat er gebeurt, zeg maar. Als je hem helemaal in de gaten hebt. Eigenlijk is de aanwezigheid van de ene kant is sterker dan de andere, want hij is vernauwder in zijn bewustzijn. En ik ben verruimder. En in meditatie heb je dat eigenlijk ook, van als je... Wat ik in het begin zei, er is een soort verruiming waarin je ziet wat er is. En niet zozeer dat je ernaar kijkt, maar het wordt gewoon gezien door die aanwezigheid van aanwezigheid. Van bewustzijn. Altijd de koers goed. En als je dat dus oefent, dan kan het ook bij die ander zijn. Dus wat er ook gebeurt, het wordt helemaal waargenomen. Dus ik ben eigenlijk daar meer aanwezig dan de ander. Die ander denkt, ik ga ergens naartoe, gelijk stukje. Hij is opener, ik voel het al, zijn aandacht is nu opener. En ik ga ergens in waar ik in het nadeel ben. Is dat wat ik bedoel? Ik ga engageren, maar ik ben al in het nadeel, dat voel ik. Dat moet de aanvaller altijd voelen. En niet zo van, nee, dit nadeel is sterker. Die man zal wel zien. Die wordt gewoon helemaal gezien. Dus dat je eigenlijk in staat voor een man bent. Dus ook als hij aankomt van één kant met je commutie. Je bent gewoon in die hele situatie. Ja. En wat je vaak ziet als dat er niet is, dan krijg je meer zoiets als je nog een keer aankomt. Mm. Dan is het allemaal heel klein en dat moet weggeduwd worden en dat is hoe. Maar als dat geest is wat op je afkomt en jij ziet het allemaal vandaan, dan moet je het net verteld in. Zie je dat? En als je dat niet doet, sta je eigenlijk meteen achter. En dat ga je nooit meer inhalen. Ja, met trucjes misschien. Kracht inzetten of afleiden, allemaal trucjes. Misschien ben je net sneller reactievermogen. Maar zit je al op een gebied waar je eigenlijk al ja, heel snel moet schakelen om erbij te komen. Terug naar de Sarapokata is dat je echt ziet dat ze van achterrichtingen komen. Dat je vol hitch. Dat is ook mijn tel. Dat kan ook wel een wapen zijn, hè? Ki-ai. Dat is eigenlijk een hele sterke. Dus je geest, als je het al onzichtbaar maakt, zeg maar, als hij naar hem toe komt. Ja? Zie je naar hem toe. Als hij naar hem toe komt. Reis! Die beïnvloed ik hem al helemaal door de kiai, zeg maar. Door eigenlijk door de tel wat we net deden. Dus dan heb je eigenlijk allerlei dingen waarin aanwezigheid van iets zich uit. Dus stem, of beweging, of houding, of... Dus dat is één. En twee is dat je de stappen ook goed doet. Dat je de techniek goed doet. Dus dat je echt deze plek daar naartoe. Ja, deze plek daar naartoe. Deze plek daar naartoe. Deze plek daar naartoe. Dus dat je die stappen ook gewoon correct zet. Je ziet nu wel eens dat dit gebeurt. Het is anders dat je zo loopt. We gaan het allemaal bij elkaar doen. Dat je wel staan.
opbouwen vanuit de stap uit. Dus dat is alleen stap uit. Dit is het bij. Stap uit. En dus je lichaam helemaal in het verlengde van de richting. En dus het is niet meer hetzelfde draai, maar leg die ene schouder is recht naar voren en die andere is recht achter. Draai je om. Dit is het bij. En stap uit. Je schouders zijn echt in één lijn. Yes. Dan zet je rechtervoet bij je linkervoet, lizard leg. En stap uit. Lizard leg. En stap uit. Naar de schijnen, stap uit. Naar om, de kant. Stap naar links. En draai om. Ja, dus dat is de stap. Je ziet wel dit meer een soort launch, zeg maar, een soort afstand. Reach! Nee! Zo! Ja. Het is een aantal keer, maar dan met een normalere tempo. Reach! Nee! Zo! Zie! Oh! Over! Zie! Uit! Stappen, we hebben nu de tel gevoeld. We gebruiken de tel als echt een middel waarop je echt storm creëert naar die kant, waar ze spreken. Help wat key uitstuurt. Dus wat daar is, wordt beïnvloed door de uitstuur van jouw key. Naar je tandem, naar het diepste van je tandem. Oneindig die kant op. Ja. Dus de stappen plus die key uit. Gaan we. Yes. Nee. Zalm! Zie! Ho! Kalf! Zies! Huis! Nou, het is mooi dat ik de eerste keer doe. Voel je, en hopelijk dat voelt een paar minuten, niet, vertel dan wat je wel merkt. Voel je dat je echt alleen maar daar naartoe gaat? Dat je omdraait en dan helemaal daar naartoe gaat. Of voel je dat dat niet zo is? Wie merkt dat het niet helemaal daar is? Ik voel het bij je omdraaien op de tel eigenlijk te laat was. Dus eerst die tel had moeten doen. Dus een beetje tegelijkertijd. Dan komt als het ware mijn lichaam een beetje zo. Ja. En dan sterk bij wijze van spreken als er iemand zou komen. Ja. Het gaat om de afwijking dat je het ziet. In de laatste 4 meter dat een minder kilo zat. Kindje. Ja. Het is goed dat je het ziet, hè? Het gaat om het zien. Dit is ook een soort tegenstander en een deel van jezelf. Ja. Ook die aanval is een deel van jezelf, maar het is te zien. En het is goed om het te zien, ja. Het is voldoende, dus dat is goed dat je het ziet. Heb je nog iets anders wat je ziet? Wissel. 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 Dus iedere keer voorbij. Ik wil de stapjes heel erg goed doen, waardoor ik minder key uitstuur naar een kant toe. Een deel is met mijn voeten bezig en een deel is. Iedereen glimlacht wel, iedereen herkent. Ik zie een soort golf van herkenning zo dat erin gaat. Wat één meemaakt, maakt de ander ook mee. Hè? Misschien jij uniek, jij maakt iets anders dan de rest van de wereld, maar ik denk dat iedereen hetzelfde meemaakt op zijn manier. Dus je kunt alleen maar herkennen in de andere ziet. Is er nog iets wat opvalt? De stappen negatief zitten, dan moet het altijd verkeerd gedaan worden. Dus er zit totaal geen stabiliteit. Dus dan krijg je ook uit een balans door te wegen. En dus krijg je het dat zien. Wat vind je? Joep, wat merk jij dat je doet? Ik kan wat meer verjaring, denk ik. Meer, wat zie je? Dat zou je mee willen, maar wat zie je dan gebeuren? Misschien is de intentie dan naar de aanvallen toe. Is dan misschien in. Ja, iets, dat was je. Iets! Ah ja, daar heb je dan meer. Ja. Voor je Maxine helpt die medicine. Ja. Nico, wat heb jij nou? Ja, ik zit heel erg in waardoor ik aan het eind moet corrigeren eigenlijk. Dus het is niet van 0 naar 0, maar van 0 naar iets te veel. Waardoor ik, dan moet ik
restaureren. Ja, in plaats van dat je doet dus iets. Ja. Iets. Zo boven blijven hier en dan zakken ze niet echt meer. Ze komen niet echt meer in een nulpunt. Dan gaan ze meteen naar haar toe. En dan laat echt alles hier verzamelen en dan kom je weer. Verzamelen. Zelfs als het snel gaat en de anderen lijken nog boven te blijven, er is een volledige ontspanning. Dus probeer niet. Fysiek is al bezig terwijl jij met geest komt. Dus eigenlijk als hij denkt, ik ga aanvallen, dan boem. En eigenlijk nog voordat het opkomt, boem, ben jij al erboven. Ja, een tietje. Huh? Dan ben jij al die kie. Ja, 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 maar dan is het nog veel. Neutraliseer je het al, die harmonie al aan. Ja. En dan was wel eens de oefening van, zeg maar, als hier de volgende staat. En je maakt een grote munitie. Kijk gewoon naar de beweging. Dus, nu. Is een intentie dus, zeg maar. Dus dat is ook mentaal. Ook mentaal, dan kan je heel goed zien, zeg maar. Die mag ook laatst en zo, want het zal er verder op. En je kan eigenlijk zien vanuit ijs en rust. En ik laat het ook vaak zien, zeker ook bij beginnen, maar eigenlijk bijna altijd ook met het gevoel dat ik laat heel goed zien. Van, nu begin ik. En dan help ik eigenlijk die andere dat die dit gaat ontwikkelen. Maar een echte aanval, die wil eigenlijk verbeteren, die wil gewoon in één keer, zeg maar,
eigenlijk allemaal stil. En je laat je intentie zien, zeg maar. En dat kan die andere gaan oefenen, dat hij die intentie kan gaan zien. Maar meestal in de oefening, hoef je niet eens aan te denken, hij staat gewoon helemaal neutraal. Maar wie mag er naar kijken? Dus als je de slag doet, doe maar een keer. Doe maar een paar keer. En dan terugstromen naar een beetje. Dus kijk maar naar de fases. Nu beweegt hij. Dus dit is het laatste. Als ik dan nog iets moet doen, om die. En het laatste. Of. Nu begint hij te bewegen. Ja, dan heb je al meer tijd en nog steeds. Ik moet toch wel snel gaan reageren, want ik heb een achterstand. Zie je nog verder kijken? Ja. Voordat het begin, zag je dat? Voordat de beweging begon, kon je al zien dat het begon al iets in actie te komen. Dus eigenlijk is de timing heel anders dan ik dacht. Dus het is niet maar het is hey. Ja. Ja. Hey! Met de gelijk en de andere kant. Ja, precies. Ja. Dus dan bijvoorbeeld dat ze dan zien dat ook nog zo, dat zij kijken. Zoveel tijd om zeg maar iets te gaan doen, moet je, voordat hij begint te bewegen, zie je al dat er iets gebeurt. En dan ga je er zelf wel mee reageren en anders blijft eigenlijk die zich gewoon doen. Het is nog niet hierbij zo snel te reageren. Dus dat is ook met die tel, het gebied van als hij een intentie komt, dus als het nog in dat vormloze zit, in dat etherische, ik weet niet hoe het zo moet noemen, is niet over, niet zozeer fysiek zo. Maar dat begint het wel op te komen. Ja, daar zit jij al meteen bovenop, zeg maar. Ja. Als het echt fysiek bezig is, met die intentie die al volop in gang is, want die is... Ja, dan zit er echt al zoveel gang in. Dat stop je maar. Nee. Dat betekent dus, als je het goed begrijpt, dat als je het alleen oefent, dat je vanaf het begin, dus zodra je begint te bewegen, dan eigenlijk iets te voorzien. Ja, en dan eigenlijk blijft er alles oefening op. Dus, iets! Nee! Iets! Nee! Iets! Nee! Eigenlijk een overoefening. De sensor was dat dit jaar al strikt op gedrild hadden. Eerst tellen, dan bewegen. We zijn in de les ook echt bezig geweest om dat te oefenen. Ja. Dat is echt een uitdaging. Dus dat probeer het er wel in te leggen. Ja, mooi. Interessant. Zijn er nog meer dan op elkaar willen oefenen? Of zou je met z'n tweeën willen doen? Je kent hem wel nu. Ik wil wel graag oefenen van het lopen. Het lopen? Nog iets anders? Wat zou je doen? Die intentie. Die intentie. Kijken wel hier of je echt op tijd bent. En niet. Wil je dan het in je eentje doen dat eentje kijkt? Of dat er bijvoorbeeld vier staan? Dat je naar vier kanten kan draaien, ga je naar vier kanten op. Ik heb hier een stukje van je, 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 ik heb hier een stukje van je,
gelijk in. Gelijk in. Ja. Okay. Zeg maar. En ik wil aanvallen. Gelijk hier in iedereen. Dat doet. Je knip over. Ja, dat is de benen. Ja. Bedoel je zo dat ik het. Ja, niet slepen, maar. Nee, dan maar. Het is Rick!
Hé! Ah, de volgende is deze vraag. Zelf, jullie kan het best wel van de strijd. Dat is meer gecentreerd. Ja, ja, ja. Die eerste. Ja, we laten ons kunnen zien. Zelf. Hoe werkt dat bedoel je? Ja, dat stabiliseert. Het zal net iets eerder zijn inderdaad. Dan heb je die. Hé! Ja, de daarvoor sta ik ook zelf, maar dat was door mijn richter veilig. Ja. Ik heb mezelf zelf verdelen. Ja? Het is helemaal niet hard, hè? Zoals je ziet, als je hier iemand doet op tijd. Ja. Laatste wat je zo lang zou doen. Je bent iets te laat. Daarom kom je. Jij bent net te laat. Volgens mij weer aan de zon in kaart. Ja. Yes. Ja. 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 Ja, precies. Het lijkt net als je met deze armen door geslagen hebt. Ja. Oh, zo. Zie je dat nou als het? Wow. Dat iedereen naast hem. Naar het einde is dat. Dat wordt bij je. Dat zijn voor lief. Dat is een speciaal. Ja, dat wel. Ik merk het zelf ook verdelen. Ik ben vaak niet meer dat het steeds niet is. Maar het is toch goed dat je op een plaats aangaat. Ik ga naar achteren, dat is een verlenging.
Je had je meestal zien. Net alleen het laatste. Zo erg. Maar je zag het nog niet. Heb je net zacht gezet voor dit inhouden. Ja. Ja. Hij is er niet, die andere fractie te laat. Nu is het geheid in de koude. Gelukt, hij is gevallen. Nee, er is geen koude. Vervolgens zit daar iemand ook bij. Maar ze kunnen het koude, maar ik wil elkaar nu niet zo. In andere handen heb ik helemaal geen. Stijgt het, zeg maar. Ik dacht van alles in de wijn. De tijd moet ook zien in Nederland. Hele andere energie van, oké, ik moet dat doen. Irritatie eigenlijk. Sorry, ik moet het doen. Ik doe aan een tank aan mij, maar ik weet niet of dat klopt. Het is dat jij komt. Hele voorzitterval. Extensie. Ik ga gewoon door. Ik ben helemaal interesseerd dat je hard aan het botsen. Ik heb niet van mij genomen als je achter komt. Nou was jij het doel. Dat is nog niet. Dat was steeds beter hoor. Als je dat gewoon door. Ja, dat is op jou gericht. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, even steeds. Yeah.
Ja, recht naar het centrum. Maar deze die gaat. Ja. Ja, precies. En omdat er extra 10 is, valt weer een soort. Dit valt niet zo op en dat zet je gelijk af. En daarvoor is dat moeilijk en is het lekker. Dus die lisser die loopt over het water. Dus het gaat zo snel dat hij over het water kan lopen. En daar komt de lisser bij vandaan. Dus het is niet zo van, in het water en dan zo. Eigenlijk loopt het op het water. Ik weet niet of het echt zal lukken, maar dat is wel de intentie. Ja, dat is een goede hakje dan. Ja, dus het is echt een versnelling. Ja. Afzetten en explosie. Over die arm komt binnen bij de schouder. Als je iets verder in het proces bent, zeg maar hier, komt hij op die schouder, komt hij binnen en dan glijdt het af hier naartoe. Ja. Deze hand gaat richting zijn as. Ja. En aan het eind van die beweging, zoals ik kom, dan heb je eigenlijk hier die impact en hier valt het naar beneden. Doe je bij Marion Sensei dat zo binnenkomt en dan. Maar als een kia uit jou ook altijd zou maken bij hem. Ja, dat zo uitgelegd, want dat voel je ook goed. Aan het eind is het echt zo van, alsof een betonblok nog bovenop je valt, terwijl je zo staat. Ja. Dus wat we laatst oefenen hier, en dan gewicht aan de onderkant. Dus ik denk nou niet van, ik ga instappen en duw naar beneden, want dan gaat het nooit lukken. Dan wil je juist in een valt aan het eind naar beneden. Ja, dus dat waren de dingetjes die langskwamen. Ja, ja. En eigenlijk bij alle drie de groepen zag je van dat dit gebeurt. Toch niet helemaal Irimi. Hij heeft meer Irimi power dan maar ik zeg maar. Heb je dat ook weer dan? Dus als dat komt, zelf bovenop. Als het komt. Voordat het komt, dan moet ik creëren. Zelf mijn creëer ik de aanvallen. Dus hier ook begin ik al. Ik creëer de aanval. Oké? Zag je dat ik initiatief nam? En dat begon al hier. En toen stond ik al bovenop hem, zeg maar. Ik wist al dat hij het op ging wekken, dus ik had het al geïnitieerd. En ze gaat me enigszins denken van ik ga beginnen. Ben ik al onderweg vanuit mijn explosie. Ja, dat soort dingetjes kwamen langs. En nog wat spelen met wat categorie bewegingen dan op real-time niveau. Dus als die aankomt. Dan op een kleine manier, zeg maar. Dus niet hard, maar zo van. Ja. En vanuit hier doe je eigenlijk deze beweging. Deze beweging. Deze beweging. Het is een polsbeweging is er. Als ik hier ben, polsbeweging. En de volgende keer gaat hij sneller bewegen.
alles zit los. En ik ben hier beneden. En dan maak ik de techniek. Dus dat is ook weer naar voor Oek, hè. Dus Bram kan al die snelheid aan, dus let even op met wie je bent. Want niet alle lichamen zijn even snel en geest hebben. Maar ben ik daar wel naartoe? Helpen me bij, zeg maar. Ik kan zo beginnen van wat ik ga doen, is dit. Ik draai hier. Polsen, nu bent u er al aan, zeg maar. Okay. Hier. Ja. En als ik sneller kan, dan gaan we bijvoorbeeld. Ja. Nou, maar ja. 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 Die wordt echt heel leuk, want het is heel klein zo. Je stapt achter met je lichaam. Ik laat het gewoon helemaal. Het is heel lekker gevoel, hè. Hier. Nou, real time hier, krijg je. Hier is het wel lekker. Ja, ik ben er niet.
Ik lijkt me zelfs vervelend. Ik denk dat het misschien een beetje.
Ik heb een hele nieuw en hij komt om in de schoenen. Ik heb een beetje boos in de schoenen.
Nee, dus hier naar de Ja, dat is
Thank you.
Ja, ik moet hier nog. Ja, je kan hier, ja, sorry. Ja, dat is een beetje een
Als je tegen elkaar komt.
Ja, ik denk dat er nog zo die... Oh, oké. Okay. De 8.
in plaats van de 6. Acht weken bij Wil rustig te doen. Ja, toch een les. Ja, toch een les. Maar wanneer sla je weg dan? Die. Daar sla je weg. En die van dat. Die tank kan daar wel. Nou, ik heb hem ook al. Ja. Hij lijkt heel veel. Van Aikido Yushinkai. Ik ben zelfgeest. Ik ben zelfgeest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Ook
als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Arigato gozaimasu. Ja, er zat een vertraging in, joh. Ja. Ja. Dat had ik wel hoor, ik heb het maar kijken. Ik zit er niet voor de focus. Ja, ik zat. Ik heb wel eens die adresje.